Een interessante quiz met leerrijke vragen. Dat is de canvaskraak. Wij spelen de eerste ronde van de premiejaars deluxe. En het thema is bekende blondjes. Frank en Sabine, zijn jullie klaar? Ja, we zijn klaar. Dat was een gemakkelijke vraag. Okay. Het antwoord begint met de L. Welk bekend blondje... Leslie Ann Poppen, Eline de Munk, Hanne de Kouteren, Eva Pauwels. Frank, wie zijn al die vrouwen? Helaas, Frank, je schiet je kruiden snel af. Gebeurt dat vaak, Sabine? Nee, Bruno, wat dat betreft zijn de verwachtingen eerder aan de lage kant. Ja, en goed, dan gaat de beurt naar Christine en Marie. Maak de vraag af. Welk bekend blondje is naar eigen zeggen lekker op elk uur van de dag? Kijk, dat is dan weer typisch een projectie van de blonde vrouw als onderdanig lustsymbool. Ja, donkerharige vrouwen kunnen toch ook een onderdanig lustsymbool zijn? Ja, dat is waar. Helaas, nee. Het juiste antwoord was blonde leffen. Ja. Volgende vraag met de M. Welk gewezen kindsterretje profileert zich tegenwoordig als een lustobject door naakt aan hamers te likken? Marie Vink. Nee. Nee, het was Miley Cyrus. Maar ik doe dat ook wel dikwijls. Oké, dan reken ik het goed. En kan ik daar ergens filmpjes of foto's van downloaden? Oké. En de letter is rood. En dat betekent dat we de eerste premie kunnen jagen. Ticket. Marie. Ik heb een bus gezien en een ree. Ja? Een ree en een bus. Dus? Een busree? Nee. Ik zie hier vooral een verwijzing in naar een roman. De bus naar nergens. Dat gaat over Peruviaanse vrouwen die zich prostitueren in ruil voor drugs en geitenkaas. Helaas. Oké, de beurt gaat naar Frank en Sabine. Zien jullie de premie? Frank, wat zie jij? Frank? Als je goed kijkt, kan je vanaf hier in Marie haar blouse kijken. Frank? Ja? Nee. Het was een reebus. We zagen een ree en een bus. Een reebus, het stond er. Oké, de volgende vraag is terug voor Frank en Sabine. En we hebben weer een premie. Hier komt die. Ik zie Napoleon die een prinsessenboon apart legt. Dus? Napoleon, prinsessenboon apart. Napoleon, snijboon apart. Nee, fout. Kom aan, zien jullie dan echt niks? Maar Christine en Marie, zien jullie de premie? We zien Napoleon en een boon. Oh, man, ik heb een moeder die daarop lijkt. Ja, dat is niet. Frank? Frank? Oh. Laat maar, Christine. Wel, ik zie vooral in die boon het symbool van de clitoris in een prestatiegerichte penismaatschappij. Nee, helaas. En dan te zeggen dat ik ooit nog de laatste show gepresenteerd heb. Nee, we zagen Napoleon die een boon apart legt. Dus Napoleon Bonaparte. Ah, maar dat is een rebus. Waaraan heb ik dit toch verdiend? Tot straks voor de finale.